Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Tianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 29 hier in Engeland. Maar heb je die vorige race gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat was in Canada. Kun je terugkijken door op het i'tje te klikken. En ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Gewoon even doen, abonneer gewoon voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload op dit gamekanaal van mij. Volg me ook even op de social media, @GiannantSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Staan er goed voor in het coureursklassement. We hebben over 100 punten voorsprong naar Fernando Alonso en dat moeten we deze race weer zien uit te breiden. Is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 29. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Hier regent het een klein beetje. Het wegdek is wel nat, dus we moeten sowieso op de intermediate kwalificeren. Barrichello rijdt daar een beetje in de weg en verpest daar al gelijk mijn eerste ronde. Want krijgen daar een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding en die ronde moeten wij helaas laten varen. Jammer, maar helaas. En daar een beetje de controle kwijt en moeten zo meteen een tweede run gaan starten. Kijken waar het ons naartoe brengt. Zou wel mooi zijn. De pole positie wordt lastig, maar je weet het maar nooit. Eerste bocht nemen we iets te wijd. Dat is wat jammer. Heeft ons wat tijd gekost. We moeten zo meteen kijken wat het einde van onze eerste rondje gaat opbrengen. Iets te veel onderstuur. Hier ook weer onderstuur bij de auto. Moeten de auto ook helemaal recht zetten. En nog steeds op die intermediate. En onze tijd wordt een 1.39.2. Voorlopig pole positie. Laten we kijken of we hier ook de pole kunnen behouden. Zou mooi zijn, maar ik ben bang van niet. Komen we tegen het einde van onze derde ronde aan. Is een beetje druk voor ons. Hebben last van wat verkeer wat daar rijdt. Onder andere een Virgin rijdt daar. Ook heel veel mensen duiken naar binnen. De baan wordt droger en droger. En wij verbeteren ons met 2,5 seconden. Pole position voorlopig. You'll be starting on the third row tomorrow. That's fifth place. Good job. Vijfde plek. Want iedereen is sneller gegaan. Geeft niks. Is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 29 hier in Silverstone. We zijn er klaar voor. Hopelijk jullie ook. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de race. 10 ronden lang. Vertrekken vanaf een P5. Even kijken wat de car setup wordt. We gaan voor adaptable. Dus ja, goed in de bochten. Goed op het rechte stuk. Dat hebben we hier eenmaal nodig. Alonso dus op pole. Thuisheld, Hamilton en Button op 2 en 3. Dus ja, dat belooft nogal wat. Met die beide McLaren's en Massa op P4. Wij dus op een P5. En dan gaan we gewoon kijken wat het gaat worden hier in Engeland. Voor aflevering nummer 29. Ik verwacht er veel van. Hopelijk blijft het rustig in de eerste bocht, in de eerste ronde. En zo niet, dan hebben we pech gehad. This is the team's home race. Thuiswedstrijd voor het team. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. Button is goed weg. Massa goed weg. Button blokkeert gelijk ons. Hamilton goed weg. Zit in gevecht met Fernando Alonso voor de leiding. Alonso pakt de leiding in de grote prijs. We moeten daar remmen voor Massa. Het is hier chaos, want Alonso is hem kwijt. Fernando Alonso is gespind. Wij pakken twee posities.
omdat wij slim waren en zij naar P2, Button op P3, Felipe Massa op P4. Waar is Fernando Alonso? Geen flauw idee. Maar we zitten hier te kijken bij Lewis Hamilton voor de leiding. Hij rijdt terug naar de racelijn. Wij kunnen er even niet langs. Ja, dat kan toch niet, jongen? Dat zie je toch ook wel? We kunnen niet voor de overtake gaan, want ja, hier dan wel aan die buitenkant proberen. Maar goed, dat lukt niet, want Hamilton gooit de deur daar dicht. Die laat hem gewoon staan. Dus wij naar P2. Hamilton aan de leiding. Hier dan lukken het. Ja, nou. Jazeker, maar een beetje op het gras. Hier dan is die klik voor ons. Jazeker, en dat is P1. Laten hem wijd lopen en Hamilton kan nergens naartoe. Goed hoor. Goed gedaan. Button op P2, Massa op P4. En we zitten in ronde nummer 3 als de pitwindow open is gegaan voor ons. We moeten gewoon kijken wat we gaan doen met het gat 3. We gaan sowieso een ronde langer door. Dus in ronde nummer 5 duiken wij naar binnen. Barrichello op P19. Stelt een beetje teleur. Hamilton op P2. Button op P3. Massa op P4. En we duiken naar binnen. Voor onze laatste pitstop van de dag. Pitlimiter aanzetten. En Hamilton gaat door met de banden. Jazeker. Pitstop is 5,2 seconden. Wat langzaam. Wat langzaam. Had veel sneller gemoeten. Maar goed, dat is F1 2010. En komen we terug op een P5 achter. Achter wie eigenlijk? Geen flauw idee. Achter Liuzzi, jazeker. En voor Vitaly Petrov. Hamilton leidt zijn thuiswedstrijd. Maar wij willen dat feestje gaan verstoren. En daar hebben wij dan Vitantonio Liuzzi. We moeten de vleugel in de down positie zetten. En Liuzzi is voorbij gepasseerd door ons. Minder front arrow dan normaal, omdat we dan sneller zijn op het rechte stuk. Dan heb je minder downforce, wat juist goed is. Voor de bochtige gedeelte hebben wij meer downforce nodig, dus dan moet de vleugel omhoog. We zitten op de helft. Wat doet Fernando Alonso? Die gaat door. Hetzelfde geldt voor Jenson Button. We mogen niks meer veranderen aan de auto, want die zijn niet beschikbaar. Terwijl Alonso het daar moeilijk heeft. Jazeker, aan de binnenkant proberen. Dat is Nico Rosberg op P2. Hem kunnen we ook aanvallen en dat is gelukt. Ik dacht even dat het Button was. Het was dus Nico Rosberg en Alonso profiteert gelijk mee. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Als Lewis Hamilton naar binnen duikt voor zijn laatste pitstop. Ik denk dat hij op de mediumband is gestart. En wij hebben de leiding weer in handen. Goed gedaan. Barrichello op P8. Doet hij goed. En dan zitten we in de laatste ronde van de wedstrijd. Hamilton teruggeknokt naar P2. Gaat hier een thuispodium pakken. Rosberg naar P3, Alonso. Naar die eerste bocht. Chaos P4. Goed gedaan. Maar wij gaan hier de wedstrijd winnen in Silverstone. Pakken er weer eentje erbij. Goed gedaan. En dus op naar de volgende race in Duitsland. Absolutely brilliant, mate. Really, really, really well done, mate. Well done. Wij winnen dus hier bij de grote prijs van Engeland. Hamilton voor het thuispubliek naar het podium. Alonso naar P3, Rosberg 4. Ze finishen gewoon beide dezelfde tijd. 36,8 seconden. Dus ja, Alonso denk ik net voor. Vettel stelt teleur, P19. Webber stelt teleur, Schumacher. Ja, toch goed gedaan. Ja, al met al een goede wedstrijd. Hey legend, I've
just received an email from Frank Williams. He's put in an offer for you to look at. Oké, Frank Williams heeft een offer voor ons klaargezet. Dat bespreken we allemaal in de volgende video. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? En wil je meer wekelijks Formule 1 content zien op dit kanaal? Gewoon abonneren. Gewoon abonneren, abonneren, abonneren. Zo simpel kan het zijn. Gewoon doen en schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat jij geen enkele aflevering meer van mij mist. Reageer wat erg verbeterd kan worden op de video. Volg me even op de sociale media. @GierlandSchouw op Instagram, Twitter en Facebook. Gewoon doen, zou ik zeggen. Gewoon doen. En tot de volgende keer bij een nieuwe video.